Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom. Mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1 het energetisch ontwaken naar fase 2. Het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3 waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 174. Via passie naar purpose. Hoe mijn manifestatielijst realiteit werd, plus wat er misging. En ik deel iets heel nieuws, en dat is mijn Frequentie Manifestatie Journal. Yes, van harte welkom bij podcast 174. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je via passie naar purpose gaat. En ik ga delen iets wat ik vond gisteren in mijn telefoon, en dat is mijn manifestatielijst uit 2017. En ik ga delen wat er allemaal uit is gekomen daarvan. En. Ik ga delen wat er op mijn manifestatielijst van 2023 staat. En we gaan jouw manifestatielijst creëren. Nou, super dat je erbij bent. Ja, heel bijzonder. Ik ben altijd enorm aan het creëren, nieuwe dingen, aan het bedenken, eigenlijk die tot me komen. En zo ook Gister, gisteravond drukte ik op enter. En toen ging mijn. Allernieuwste project digitaal naar de redactie, waar het doorgelopen moest worden. zodat het allemaal klaar was om gepubliceerd te worden. En toen ging ik daarna nog even door mijn telefoon. Ik heb zo'n zo telefoon, een iPhone, waar je gewoon notities kan inzetten. Dus ik schrijf eigenlijk alles wat ik tot me krijg. Ik noem dat downloads of ideeën. Ik schrijf alles op in mijn notities. En zo zocht ik gisteren iets over een boek. En toen kwam ik opeens bij een oude notitie uit 2017 terecht. Februari 2017. En ik zal trouwens ook een screenshot van deze lijst uit 2017. Ik noemde dat toen, ik noem het nu manifestatielijst. Maar het waren mijn plannen, oftewel mijn plans for the future. Ik heb het ook in het Engels geschreven. Ik heb het in mijn mobiel staan. Ik zal dat in de show notes delen op www.lisettelukas.com forward slash 174. Maar wat stond daar eigenlijk allemaal op? En dat vond ik zo verbazingwekkend. Helemaal gezien de timing dat ik het eigenlijk weer tot me kreeg. We we zijn ruim zes jaar verder nu. En ik ging zo door de lijst en ik denk: Wauw, bijna alles is realiteit geworden. En ik was volledig vergeten dat ik überhaupt deze zeg maar deze lijst had gemaakt, deze manifestatielijst. Dus dit was voor mij het bewijs van: Oké, okay, ik wilde dit allemaal zo graag creëren, maken, doen. En ik heb het opgeschreven. Ik heb de intentie gezet en vervolgens heb ik het losgelaten. Je kan ook zien, en dat zie je in de screenshot. Ik weet niet of je dat weet, maar als je zeg maar, een notitie maakt in, in de iPhone in dit geval. En dan staat er een datum boven automatisch. Maar kom je twee weken later terug, dan past hij automatisch die datum aan voor wanneer het, zeg maar, het laatst is aangepast. Dus de laatste aanpassing die heb ik heb gemaakt, ook hierin, is 12 mei 2017 geweest. Dus ik heb dat echt in een paar maanden tijdsbestek heb ik dit ja, opgeschreven. En als het dan waarschijnlijk wat nieuws tot me kreeg... dan paste ik dat weer aan. Maar wat staat er op die lijst? Nou ja, eigenlijk bovenaan staat Write Poetry. Oftewel gedichten schrijven. En ik weet dat in die periode deed ik dat heel veel. Ik ging door de Dark Night of the Soul... en heel veel ja, interne lagen ben ik doorheen gegaan. En daardoor werd eigenlijk een nieuw stuk in mijzelf... tijdens het ontwaken Kundalini Awakening werd aangeraakt... waardoor ik heel graag... Ging schrijven. En het leuke vind ik nu, ben eigenlijk een periode eigenlijk ook gestopt. Maar daarna, eigenlijk de laatste tijd, ben ik weer aan het schrijven. En ik heb daar ook plannen mee. Dus het feit dat het hierop staat. Ik schrijf inderdaad poetry, maar er, er gaat meer uitkomen. Daar breng ik je later van op de hoogte. Hier staat ook als tweede punt op: Create Oracle Cards. Nou, als je mij volgt, dan heb je het er lang voorbij zien komen. Ik heb mijn eigen Energy Joy Podcard Deck gecreëerd. Wat is gebaseerd op de allereerste 56 podcasts van de Energy Joy podcast serie. En de volgende series komen eraan. Maar ja, dit is gewoon realiteit geworden. Dus ja, super gaaf. Dit is in de eind 2022 ontstaan. Ik wilde Inspired Painting, Drawing Art by Spirit. Nou, dat is iets wat niet volledig op die manier is ontstaan, maar art by spirit. Ik laat me altijd een soort van geïnspireerd besturen, helpen, begeleiden door spirit in het creëren van bijvoorbeeld dit wat ik doe. In het creëren van mijn content. Vooral ook de, de visuele aspecten die daarbij horen. En ik werd een tijdje geleden bedaald door iemand die zei van ja, maar het ziet er allemaal zo goed uit. Dat laat je toch dan door een speciaal bedrijf doen? En toen zei ik nee, dat doe ik eigenlijk zelf, want ik vind dat gewoon heerlijk om te doen. Toen was de persoon helemaal verbaasd. Maar ja, in principe... Ik heb daar nu voor mijn gevoel niet de tijd voor. Of ik wilde er de tijd niet voor maken. Dat zijn ook weer excuses. Maar ja, wie weet. Dus dit is zeg maar een halve check, zou ik zo even maar geven. Als vierde, write e-book. Tussen aanhalingstekens i. Dus ik wilde ook een boek schrijven. En het meest bijzondere is, mijn journal, ondanks dat het niet een echt boek is, het is wel, het heeft 188 pagina's, dus... Noem het geen boek, maar het is, het is een journal. Het is iets waar jij mee aan de slag kan. Dus dat is nu, wordt dat gecontroleerd en deze week komt het online en kan je het bestellen via Amazon. En ik moet wel zeggen, dit is de Engelse versie, dus dit is voor wereldwijd de verkoop. De Nederlandse versie komt eraan, maar mijn allereerste e-book was trouwens degene die bij podcast nummer 1 hoort. Energy Joy podcast nummer 1 is ook de meest gedownloaden. Dat is wel leuk. En die is ook zoveel keer al door mensen gedownload, waar ik weer reacties op krijg. Het staat echt eigenlijk geef ik er heel veel waarde in. Omdat bij die eerste intuïtie podcast krijg je heel veel tools die weer horen bij mijn Master je Intuïtie Academy. En dat brengt me eigenlijk bij punt nummer 5. Want ik wilde heel graag in 2017 staat hier, create online course. Nou, dat is gelukt. Dat is gelukt. Meerdere. Ik heb zelfs mijn eigen Energy Joy Mastery Academy. Ik ben het tel kwijt van hoeveel programma's ik online heb gecreëerd. Maar mijn eerste was de Mastery Intuïtie Academy. En daarna staat hier Organize Workshops Mediumship. Oftewel, ik wilde workshops trainingen gaan geven. En zowel in mediumschap als in intuïtie. Ja, zo is het allemaal begonnen. Ik heb dit in 2017 heb ik dit opgeschreven in 2018 is dat begonnen. Eerst live, toen door corona eigenlijk ook online waar nu mijn hele business omheen is gebouwd, mijn Energy Joy uh, Mastery Academy. Dus hoe gaaf. Hoe gaaf. En hier staat trouwens ook met Energy Jewels en die komen ook terug in mijn trainingen. Ik ben ooit begonnen met de Energy Jewels. Dat vond ik een hele fijne veilige manier om met mijn sieraden met spirituele betekenis met half edelstenen te werken. Dan kon ik op een veilige manier zeg maar in de spirituele wereld stappen. Zo voelde dat voor mij. Dus ja, ook weer check, check. En ik wilde bijvoorbeeld punt acht... een maandelijkse development group... een uh, mentorship group We hebben. Nou, meerdere, meerdere groepen die nu draaien. Studenten, trainingen. Ik bedoel, dit is ook allemaal, allemaal werkelijkheid geworden. Ik wilde een weekly newsletter... of een extended uh, mailing list. Nou, ik weet, duizenden mensen zijn, daar, zijn daarbij gekomen inderdaad... En ik doe wekelijks mijn, mijn nieuwsbrief, gaat de deur uit. Dus terug, dus denk ik, was al vanaf 2013 bezig met mijn, uh, met mijn business. Nou ja, blijkbaar was ik in 2017 nog niet echt met mijn mailing bezig. Maar ja, als je ondernemer bent, als je coach bent, ondanks dat er veel wordt gezegd over e-mail, maar gewoon consistent laten zien dat je er bent, zo belangrijk. En dat doe ik ook. Dus volg je me nog niet, meld je aan voor mijn mailinglist. Want de laatste updates komen voorbij. Nieuwtjes. Laatst had ik een prijsvraag alleen maar voor de mensen in mijn, in mijn mailing. Mijn Energy Joy mailing. En die hebben sessies met mij gewonnen. Dus uh, ja, ik zeg ook lezen wordt beloond. Lezen wordt beloond. En um, punt nummer tien was uh, blog. Dat ik een blog-vlog wilde. Nou ja, ik neem deze podcast nu op ook via video. Die kan je bekijken via YouTube. En een blog, ja eigenlijk elk script van elke podcast... Wordt uitgewerkt. Word mijn, ik heb nu twee virtual assistants die mij helpen. De ene doet het in het Engels en de andere die helpt de script zeg maar, omzetten in het Nederlands. Dat het allemaal een uh, soort van klopt. Het is toch wel fijn inderdaad dat ik dat allemaal niet meer uh, hoef te doen. Dus daar ben ik super dankbaar voor. En nummer 11. Ik wilde mijn. Oh, je ja, hebt trouwens nog eventjes over die uh, blog vlog. In 2020, januari 2020, ben ik mijn podcast begonnen. Dus ik vind dat zelfs de extended versie van de blog. Dus eigenlijk overlapt dat ook alles. Dus ook weer check manifested. Om het zo maar te zeggen. Inmiddels zelfs twee podcastseries in het Nederlands Engels. Ik wilde ook mijn English website staat hier. Ook dat is een feit. Mede dankzij mijn Engelse Virtual Assistant die mij daarbij uh, helpt en bijstaat. Wat uh, ook al jaren doet ze dat. Dat is echt super fijn. En als nummer 12 staat mijn CSNU Training and Certificates. Nou, ik ben in 2019. Ben ik, en waar staat CSNU voor? Dat zijn de Certificates van de Spiritual National Union. En dat is eigenlijk het hoogste niveau van training in Engeland. De hoogste papieren die je kan behalen op, uh, op dat niveau. In 2019, volgens mij 2018-2019, ben ik heel veel keer heen en weer naar Engeland gevlogen onder training van, uh, onder begeleiding van Andy Bing. Toen nog uh, het Barbano Center. Heb ik toen heel hard getraind, heel veel demonstraties gedaan. Ik heb toen mijn. Pas gehaald, zeg maar. Mijn pas, dat was het bewijs dat ik het niveau heb om inderdaad publieke demonstraties te doen in spiritualist churches. Dus daar ben ik heel blij om. Ik moet nog terug voor dat laatste deel. Dus ja, daar moet ik nog even mezelf die uh, schop onder mijn you know what geven. <laughs> dat wil ik ook heel graag, maar op een manier, mee, zei altijd, ik weet niet eens of ik dat mag zeggen, zo, jumping the hoops, jumping the hoops of de SNU's. Dat is het, het is vrij, ja. Tussen de lijntjes moet je, moet je werken volgens de normen van de Spiritualist National Union is het natuurlijk heel goed dat er een bepaalde leidraad en uh, normering is. Maar ja, ik ben iemand die heel erg mijn hart en ziel volgt. En ik noem mezelf high-end succes medium, ik weet niet hoe zij daar tegenover staan, en dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Wat Gordon wilde, en wat Gordon via Mavis heeft laten weten, how do you spread the word the word about mediumship? Een platform that's larger than you can imagine. Gordon needs people on a platform who spread the word. Dus ik verspreid het woord over mediumschap op mijn eigen manier. Ik praat nu over de CSU. Dus ja, voor mijn gevoel is dit gewoon weer die vernieuwing, die vernieuwing die het nodig heeft. Dus ben je het er niet mee eens? Ook helemaal oké. Okay. Ik bedoel, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik volg hier ook heel erg mijn, mijn hart en, en ziel in. En wat gewoon goed voelt en resoneert met mij. En, ik weet, en dat beschrijf ik ook als dankwoord in mijn, mijn journal. Gordon, Mavis zijn, zijn zo dichtbij. En als ik het moeilijk heb, dan reik ik uit naar hun. En ik krijg de mooiste inzichten. En dingen die tot me vormen. Die dan, als ik dan ga, ga zoeken en verder ga kijken. dan klopt het gewoon, ontvouwt het. Ja, heel bijzonder. Maar goed, dat dus. CSU, Certificates, Training. Ik had ook Work Abroad. Travel and see the world. Nou, dit was 2017. Ik wil niet weten waar we allemaal zijn, allemaal zijn geweest. Sowieso, um, meerdere keren naar New York: Aruba, Curaçao, Bali, binnenkort naar Mexico. Ik bedoel, ja, check, check, duidelijk check. Op zich werk, ja, ik heb ook heel veel in, toen. Ik moet even terug in de tijd. Ik heb heel veel toen in het buitenland gewerkt, ook in, uh, in spiritualist churches, zelfs in de in Langton church. En nu. ...werk ik met internationale klanten. Dus dat is ook wel heel erg bijzonder. Gewoon online via Zoom. Dus wie had dat durven, durven dromen? Ik had ook staan als nummer 14... ...Create Meditation CD. CD. Bijna alsof het zes jaar geleden is. Toch niet zo lang geleden. Maar goed, uiteindelijk... ...is mijn Lisette Lucas app geboren... ...om het zo maar te zeggen. En die staat boordevol met meditaties... ...hypnosis, hypnotaties... ...allemaal tools, dus... Dikke vette check, kan ik zeggen. En Charity and Foundation, als laatste had ik opgeschreven. Charity and Foundation involving Kids and Animals. Ja, ik doneer aan het goede doel. En eigenlijk doordat ik in 2017, dus in maart 2017, en ook even om te laten weten dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. Ik bedoel, live being live zou me even zeggen. En zo is het, we maken allemaal dingen mee. Maar het is altijd, hoe ga je ermee om? Hoe veel veerkracht heb je. Hoe zit het met je level van vertrouwen? Want dit heb ik geschreven dus in februari 2017. In maart 2017 kreeg ik de diagnose melanoomkanker. Toen werd er een plekje op mijn uh, arm ontdekt wat ik al lang wist natuurlijk dat het er zat en het voelde niet fijn en het zag er naar uit. Ik heb het gewoon uitgesteld en uitgesteld en uh, dat bleek melanoomkanker te zijn. Waardoor je ja, He, je wordt opeens zo geconfronteerd met, met kanker, echt dat het dood je recht in de ogen kijkt. Zo'n klein plekje wat alles overhoop kan gooien, als je daar te laat bij bent. Ik bedoel, de meest agressieve vorm van huidkanker, die verspreidt zich sneller dan welke vorm dan ook in de huidkankersoorten, om het zo maar te zeggen. Dus ik kreeg verhalen tot mezelf vanuit Spirit, dat mensen gewoon klein onschuldig moedervlekje. Wat een beetje ging, ging leven, zeg maar. Dat het ging jeuken of ging, ging bloeden. En dat mensen gewoon binnen drie maanden dood waren. Waarom? Omdat het gewoon al uitgezaaid was. Dan was het al uitgezaaid voordat ze de kans hadden om het weg te halen. Dus dat wil ik ook weer even meegeven. Dat voelt ook als mijn taak en missie. Alsjeblieft. Is er een plekje? Bij mij ging het. Een moedervlek. Ik heb teruggekeken op oude foto's. Het was gewoon een heel klein stipje. Maar het werd groter. Het ging jeuken. En vooral die tijd van de maand, zeg maar, dan, dan uh, ging het jeuken. En, en een beetje schilf, Ja, een beetje naar verhand natuurlijk. Maar ja, het lijkt onschuldig, maar het, het is gewoon een sluipmoordenaar. En ik heb dit ook wel eens eerder verteld. Eigenlijk is dit mijn meest bijzondere moment geweest met Mevis Petilla. Ik wist dat Mevis heeft melanoomkanker gehad. En mijn mentor Mevis Petilla is augustus uh, 2022 is ze overleden. Ver in de tachtig is ze geworden. Dus ze heeft melanoomkanker, heeft ze overleefd. En ik weet nog dat toen ik het net had gehad en toen het weg was gehaald, moest ik leren leven met die onzekerheid: van oké, okay, is het nu wel allemaal weg? Alles wat ik voelde, midden in de nacht, voelde ik opeens een steek in mijn oksel bijvoorbeeld. schrok ik wakker, kon ik niet meer slapen, die angst. Dus ik vroeg haar, hoe kon u leven met die angst? En toen zei ze, en dat ben ik echt nooit vergeten, en dit deel ik weer met studenten, met cliënten... die ook geconfronteerd worden met deze ziekte... met deze uitdaging. Mavis zei toen tegen mij... trust the soul. Oftewel, vertrouw op je ziel. Het is En ze zei, ik kan het niet eens herhalen... hoe ze het zei, het was zo... ik zat naast haar in een restaurant... en we waren een toetje aan het delen. Dat heb ik nooit vergeten ook. Jean zat ook aan de andere kant. We deelden een toetje, want Mavis wilde altijd een toetje eten... s'avonds. Maar ze kon hem nooit helemaal op, dus... Toen hebben we samen een toetje genomen en mevrouw meef, namen een paar happen en ik heb het verder over gegeten. Maar toen zaten we natuurlijk zo dicht bij elkaar, dus toen durfde ik die vraag te stellen. Het is natuurlijk een hele persoonlijke, intieme vraag. En toen zei ze inderdaad, vertrouw op je ziel. Trust the soul. The soul knows. En zij zei toen van, ik vertrouwde mijn ziel en ik wist gewoon dat het goed was. En toen ben ik gaan voelen, of eigenlijk moest ik toen terugdenken aan het allereerste gevoel wat ik kreeg na de diagnose: dat ik zoiets was van, ah, uh, ah, uh, no way, dit gaat niet mijn dood worden. Veel te veel te doen hier op aarde, no way. En toen was ik zo van, oké, okay, maar dit was een weten, dit was een weten, ik krijg kippenvel, terwijl ik trouwens vertel. Ik was helemaal niet van plan om dit te vertellen, maar het is zo belangrijk, want uiteindelijk, als we het hebben over manifesteren. Deze ellende, deze BS, en dit is echt bullshit. Dit krijgen we gewoon door het leven op ons pad geworpen. Maar als ik nu terugkijk. Tuurlijk, jaren verder. Die vijf jaar grens was ik blij om. Heel blij om behaald te hebben. Want dat zeggen ze. Hè, we gaan toch dingen geloven, wat wordt gezegd. Ik zeg altijd. Zorg dat je de uitzondering op de regel bent. Maar op het moment dat je er middenin zit, wil je je vasthouden. Dus dat was een strohalm. Vijf jaar. Oké. Okay. Dus nu ben ik, sinds maart 2017, ben ik. Ja. Zes jaar verder, ruim zes jaar verder. En nu weet ik gewoon, oké, okay, ja, nu kan ik dus andere mensen erbij helpen. En kan ik ook zeggen: oké, okay, deze grijze massa gebeurde allemaal onder de gouden lijn. Onder de gouden lijn. Maar de lessen, de zielsdiepgang, de inzicht, de wijsheden die ik hierdoor heb mogen leren, of moeten leren, maar uiteindelijk zie ik het nu als mogen leren, dat heeft mij zoveel extra. Kracht en tools en inzichten gegeven waar ik nu weer anderen mee kan helpen. Ik bedoel, ik was altijd een beetje bang voor mensen met kanker. Mijn neefje was overleden toen hij drie jaar was aan kanker. Dat was, dat was een trauma. Ik bedoel, dus ik durfde nooit tegen mensen te praten die zo ziek waren of daarmee geconfronteerd werden. En nu begrijp ik. Natuurlijk, ik had de macht dat het aan de buitenkant zat. Hè? Ik bedoel, de vader van mijn, van mijn kinderen kreeg het in zijn nier. Heel die nier moest eruit. En dat gebeurt trouwens in 2021. Over, um, ja, niet alles is roze maneschijn. Dus leuk mijn manifestatielijstje. Maar geloof me, wij krijgen ook de, de klappen. Maar life being life zijn ook woorden van Mavis. En ja, ik ben dankbaar dat ik dit mag overdragen nu. Maar ik, ik wil ook echt haar die eer geven, want zij heeft mij geholpen met die dingen van het, het, het relativeren van. Het relativeren van. Het heeft altijd te maken met de betekenis die je daaraan geeft. Hoe heftig en hoe zwaar het ook is. Ziek worden, ziektes meemaken van dierbaren om je heen. Het moment dat de vader van mijn kinderen deze ziekte kreeg, dacht ik van: oké, okay, shoot, nu moet ik echt aan de bak. Nu, stel dat het niet goed gaat, wat dan? Drie tieners die een vermogen kosten om alleen maar. Oh, hè? Om te overleven. En toen, toen ben ik zelf in een high-end traject gestapt bij een internationale Amerikaanse succescoach. En toen ben ik aangegaan. Vanuit de diepste pijn, rock bottom, ben ik oef, als een raket gegaan. Ik had dat blijkbaar nodig. Dus dat, die pijn, die grijze wolk, is mijn silver lining geworden. Dat heb ik omgezet naar gouden energie boven de gouden lijn. Waarschijnlijk, als dat niet was gebeurd, was ik niet eens high-end succesmedium geworden, was ik niet eens high-end en frequency business coach geworden. Dan had ik, als ik eerlijk ben, misschien niet eens de ballen gehad. En nu had ik, ja, ik moet een beetje woorden gebruiken die daar resoneren, want dat is het. Het is een beetje de, de FU mindset. Daar stap je in. Het maakt me geen bal meer uit. Ik doe het zoals. Je wordt zo geconfronteerd met hoe kort en hoe betrekkelijk het leven is. En ja, tuurlijk, we weten het allemaal. Als medium weet ik het ook. Maar dan toch, als het opeens, als je er middenin staat, denk je: oké, okay, dit is het moment. Nu ga ik gewoon doen wat ik voorbestemd ben te doen. Want het kan zo klaar zijn, het kan zo over zijn. Ik heb hier een missie te volbrengen. Mijn. Passie te leven. Ik ga gewoon mijn passie volgen, mijn hart en ziel volgen. Die energy, joy, vibe, de dingen doen waar ik blij van word. Dat omzetten in mijn purpose. En dat vervolgens wordt mijn levensmissie. En zo doe ik het. En waarom deel ik dit? Omdat ik wil dat jij op jouw eigen manier hier ook wat mee gaat doen. Dat je niet gaat zitten wachten van ja, maar wanneer komt iemand me nou van mijn bank trekken? Wanneer komt iemand me nou. Hè? Redden. Nee, de enige die jou kan redden, ben jij zelf. Ik heb ook lang zitten wachten dat ik dacht van de secret: oké, okay, ik, ik visualiseer het en het gaat gebeuren. Nee, die auto die ik wilde in 2007, stond mijn droomauto, had ik uh, toen opgeschreven, manifestation board, alles gecreëerd. Die heb ik pas vorig jaar gekregen, 2022. Dat is 15 jaar verder. <laughs> het duurde even. Ik moest die oude programmering doorbreken. Want dat ben ik vanaf 2018 gaan doen. Ik ben door die BS lagen, die belief systems lagen gegaan. Die oude patronen, oude overtuigingen. Oude stukken, zware energie die niet eens van mij was. Die me klein hielden, schijnveilig hielden. Die me saboteerden, die ervoor zorgden dat ik uitstelgedrag ging vertonen. Die zeiden van, nee hey Lizette, ga nog maar even niet jezelf op video zetten. Want, hmm, misschien nog eventjes tien uh, keer afvallen. Dan vinden mensen je vast leuker. BS, BS, ik ben alleen maar zwaarder geworden en ja, het boeit me ook niet meer, het boeit me echt niet meer en dat komt eigenlijk in haar werk gedaan, zelfliefde, liefde voor zelf en dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet, tuurlijk vind ik het leuk om haar leuk te doen, make-up erop, ik ben ooit make-up artist geweest, schoonheidsspecialist, alles, daar, dat is ook een passie, daar hou ik van. Schoonheid, verzorging, mooie spullen hou ik ook van. Maar daarnaast hou ik ervan om mijn hart en ziel te volgen. Waardoor ik vervolgens anderen kan helpen en waardoor ik jou nu kan gaan vertellen wat er op mijn manifestatielijst staat. Maar voordat ik dat doe, wil ik jou aanmoedigen, aansporen om nu, na het luisteren van deze podcast, 15 punten op te schrijven op jouw manifestatielijst. En vervolgens ga je de. Boven de gouden lijn hypnotatie luisteren, die is helemaal gratis. En dan kan je via Amazon ook mijn Above the Golden Line Manifestation Journal aanschaffen. Nu nog in het Engels, maar die komt ook in het Nederlands. Maar Engels kan je ook. En is dat nog niet perfect nu? Geen probleem, bij mij is het ook absoluut niet perfect, zal het ook nooit zijn. Maar dat maakt ook niet uit. Het gaat erom dat je jezelf stretcht. Ja, dus neem dat alsjeblieft mee. Maar wat ik wil meegeven, ga die 15 punten opschrijven. In de show notes op www.dizettelukas.com forward slash 174. Zit wel weer. 174. Zet ik ook een, een screenshot van mijn lijst, zodat je daar inspiratie uit kan halen. En wat mij dus het meest is bijgebleven, is dat ik heb toen helemaal niks gezet van oké, okay, en ik weet het is niet de business podcast, maar uiteindelijk iedereen is bezig met meer geld verdienen, meer omzet uh, maken. Ik heb dat helemaal niet opgeschreven daar. Maar wat was het automatische gevolg dat ik opeens een zescijfer plus omzet ging draaien? Dat ik multiple vijfcijfer maanden ging doen. Dat ik dacht van holy holy f wat gebeurt er? En dat kwam gewoon omdat ik van passie of via passie naar purpose ging. In alignment met wie ik echt ben. En Wanneer werkt het niet? Nou, als ik dus iets doe wat er leuk uitziet bij een ander, en dan denk ik, oh, die is zo succesvol. En dan dan ik voel zelfs ik zelfs, zeg, voel ik een, een knoop in mijn zonnevlecht, in mijn buik komen. Dus doe het alsjeblieft op je eigen manier. Dat heb ik ook geleerd. Uiteraard, bij mij gaat ook niet alles goed. Veel niet goed. Maar het enige wat ik wel doe, is, is ik pak het dan beter. Ik kijk ernaar, naar, ik pas het aan en ik ga door, dag in, dag uit. Over tot actie. Ja, vol ervoor gaan. Vol ervoor gaan. Dus, nou, ik hoop dat jij hieruit prachtige manifestatiepunten kan halen. En goed, je helpt me herinneren. Het is bijna alsof ik een soort energetische rimaande krijg. 2023, wat staat er bovenaan mijn manifestatielijst? Dat ik meer dan 1 miljoen mensen, meer dan 1 miljoen zielen, wil gaan helpen te shiften naar de Energy Joy frequentie. En daar voorbij. Ja, dat staat bovenaan mijn 2023 manifestatielijst. Yes! Voor mij voelt die fantastisch, want ik word helemaal blij. En een soort die happy energy, joy vibe voel ik van binnen. Echt, maak het groter dan dat je, je nu voor mogelijk kan houden. Want dat voelt je ziel. Dat voelt je ziel. Is het eng? Is het spannend? Ja, tuurlijk. De gedachte dat er zoveel mensen gericht zouden zijn op mij, vind ik nu ook spannend. Ondanks, als ik nu terugkijk. De streams van mijn podcast zijn ook al meer dan 250.000 keer gedownload... via de verschillende kanalen. Dan denk ik, ja... ben al, Trouwens, dit is ook al van een paar maanden geleden. Ik ben al behoorlijk op weg. Dus ja, 1 miljoen plus mensen. 1 miljoen plus zielen. Helpen shiften naar de frequentie van Energy Joy. En daar voorbij. En nu is het tijd aan jou. Jouw 15 punten van jouw manifestatielijst. En vertrouw op je gevoel. Ga er niet te veel over nadenken... Verbind je met je hart, verbind je met je ziel, leg je hand op je hart, adem diep in en uit en ga schrijven. Free flow writing noem ik dat, vrije, vanuit de vrije flow opschrijven. En ik ben heel benieuwd en deel het met me. Stuur het naar me door at info.lisettelukas.nl of gewoon stuur het door via de DM. Waarom? Omdat je dan echt die commitment naar jezelf maakt van oké, okay, ik stuur het naar Lisette, dit is mijn bewijs en... Mij maakt het niet uit, hè? Groot, klein, alles is fantastisch. Al wil je 100 miljoenen miljard gaan omzetten of een miljard mensen gaan bereiken, doe het, ga daarvoor. Ja, waarschijnlijk over een paar jaar op mijn lijstje staat dat ook 100 miljoen, whatever. Dus wees niet bang, vertrouw op wat goed voelt voor jou. Ik kan het dus ook gewoon DM'en, screenshot maken en stuur het naar me door en detach from it. Oftewel, laat het volledig los. Je ziet mij op beeld ook echt een soort ja, beweging maken van laat de energetische koorden los. Waarom? Omdat je dan gewoon vertrouwt in hoe het gaat ontvouwen. Vertrouwen op het universum. Het gaat altijd ontvouwen op manieren die je vooraf niet eens voor mogelijk had kunnen houden. Mijn app stond er toen niet op. Er waren zoveel dingen die ik nu wel heb gecreëerd. Mijn podcast stond er toen niet op. Mijn podcard deck stond er toen niet op. Dus. Manifesteer dit en meer. Zet ook die intentie van: ik ga dit manifesteren en groter en mooier. Ja? Goed. Ik wil jou danken. Mocht er een vragen zijn, je kan me altijd natuurlijk een berichtje sturen. Ik vind het heel fijn om contact te hebben met de luisteraars. En heb je ideeën? Laat het me ook weten, want ik vind het heel fijn ook om die feedback te krijgen. En nieuwe ideeën en nieuwe inspiratie tot me te krijgen. Juist van jou. Dus alsjeblieft, rijk uit. En wil je bij het live event zijn, DM me dan ook. Energy Joy Live, podcast 173, praat ik daarover. Nogmaals, de show notes vind je op www.zlucas.com. Voorbesleefs 174. Ga over tot fenomenale actie. Download de boven de gouden lijn hypnotatie. Ga naar Amazon en koop daar jouw journal. En ga het tracken, ga het opschrijven, ga alles vastleggen zodat je kan shiften naar die frequentie van boven de gouden lijn want alleen dan kan je jouw realiteit shiften. Ik zou zeggen go for it. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot snel. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme energy joy mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen? Zodat ook jij die energie-slurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high-end level vanuit die vrijheid en je soul voor zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.